Deze beschouwing die gaat over geluk en daarmee het gelukkige leven. Geluk is een is onderwerp in filosofie. Aristoteles, of zo'n leuk verhaal: Aristoteles is een dat, dat is de derde grote Griekse filosoof. die iedereen dan weet. Dat begint met uh, Socrates. Um, wow, ik... ik weet niet wat jij ervan vindt, maar... maar. eigenlijk weet ik het niks. <laughs> Socrates was een. een wijsneus. Moet je het zeggen, zo iemand die het altijd beter weet. Socrates was een. Noem het maar een soort nihilist of zo. Het enige leuke wat hij ooit, waar hij mee kwam, was dat volgens hem kennis dat, dat in de rondte zweefde en dat je als mens niet meer hoefde te doen dan je antenne aan te zetten en dan kwam de kennis vanzelf bij jou naar binnen. Zoiets. Ja. Nou, dat, dat vond ik nog wel leuk. En voor de rest had Socrates het met iedereen aan de stok. In Athene waren ze hem helemaal beu op een bepaald moment. Rot op. Jij ja, met je gezeur. En zijn volgeling, Plato, die eerst gaan schrijven. En de eerste boeken van Plato, daarvan wordt aangenomen dat het dan voornamelijk het werk van Socrates betreft. En dan, daarna gaat Plato zelf aan de slag. Met dat mooie ding De staat, dat boek van Plato. En De staat, daar wordt zo'n beetje in beschreven. hoe je een, een staat moet uh, opbouwen. Als heerser dan, hè, als machthebber. Hoe los je het probleem op uh, dat die mensen die, ja, die moeten denken dat ze heel erg gelukkig zijn. terwijl ze in slavernij verkeren. Want ja, dat was dan de idee van de staten. Dus jij bent de baas en iedereen onder je die doet precies wat jij zegt. Maar ja, als ze dat in de gaten krijgen, dan zijn ze niet meer gelukkig. <laughs> en dan komen ze in opstand. Dus hoe hou je ze zoet? Daar dan ging het daarom. Ja, dat heeft Plato erna uitgeknobbeld. Om het volk een soort schijngeluk te bezorgen. En iedereen denkt, oh, wat heb ik er toch leuk. Terwijl ze alleen maar gelukkig zijn met een dode mus. Gaat de, de allegorie van de god gaat erover. Nou, Plato had op zich ook weer een leerling. En dat was Aristoteles. En die heeft furoren gemaakt. Die werd de leraar van Alexander de Grote. En Alexander de Grote dat was de Grieken. Die heeft zijn volk uh, ten oorlog gevoerd richting, richting Perzië. En daar de persen in uh, mootjes gehakt. Dat was een hele prestatie natuurlijk. En Aristoteles was zijn leraar. En de werken van Aristoteles die zijn zo'n beetje in de vergetelheid verdwenen. Maar vanuit uh, de Arabische deel der mensheid doken ze weer op. En toen was inmiddels de Romeins universele kerk, die, wat we nu noemen de Rooms-Katholieke kerk. Uh, katholiek betekent universeel. Maar de Romeins universele kerk, die was er al. En iedereen was helemaal maf van de boeken van Aristoteles. En toen kon de kerk niets anders dan: nou, oké, okay, dan maar, dan mag je dat lezen. Maar je mocht er alleen maar van vinden wat de kerk goed vond. <laughs> Echt waar, hoor. Dus allerlei studenten die uh, hadden dan een stukje Aristoteles gelezen en schreven daar een stukje over, en dat moest dan eerst uh, voorgelegd worden aan de kerkelijke autoriteiten. En ja, als je iets zei op basis van Aristoteles, dat jij dacht, nou Aristoteles heeft dit gezegd, en de kerk had zoiets van, nou we hebben liever niet dat je dat soort dingen ventileert, dan was het de bedoeling dat je het overnieuw zou schrijven. Nou, maar dat is hele gebeuren, dus die kerkelijke onderdrukking van, noem het maar, de kennis, ja, dat was na verloop van tijd niet meer uh, aan de orde. Ik denk dat dat in 1500 of zo was, dat wel eens een beetje voorbij. En toen kreeg de kerk het weer druk met andere dingen, namelijk iemand als Maarten Luther. En uh, hadden ze daar weer een probleem mee. Maar Aristoteles, zo kom ik erop. Die had ook een idee over gelukkig zijn. En dat noemde hij dan gelukt zijn. Dus als mens ben je, nou heb je talenten, je kan iets. En als het jou lukt, dan ben je gelukkig. Tja. Nou, het is wel een leuk idee, toch? Ja. Ja. Het is, ja... Het vervelende is natuurlijk dat als je allerlei talenten had en mogelijkheden had en het is je niet gelukt, ben je dan ongelukkig? Nou, volgens Aristoteles wel. Maar ja, is dat dan echt zo? Dat, dat vraag ik me af. Arthur Schopenhauer, dat heb je het al jaren later. Hè? Dat, want Aristoteles is geboren in 384 voor onze jaartelling. Toen was Socrates al 15 jaar dood, zeg ik dat goed? 399 voor onze jaartelling ging Socrates uh, dood, zeggen ze dan, hè? dat hij de, de gifbeker heeft gedronken. In 384 kwam Aristoteles daar, wel nou, 15 jaar daarna lijkt mij, En Plato was toen Socrates doodging, was Plato al een, ja, een man van ergens in de twintig, volgens mij. Dus toen Aristoteles geboren werd, was Plato al veertig of zo, 45. De precieze jaartallen kan je natuurlijk opzoeken op, op Wikia, ja. maar dan heb je ongeveer een beeld van hoe het in elkaar zat. Een heel eind voor onze jaartelling. En dan komt Arthur Schopenhauer, met ook een geluksbesef, ergens in het begin van de 19e eeuw, een tijdje later. En die komt met een leuke en die zegt, ja, geluk. Wat is nou geluk? Het enige wat je weet is wat ongeluk is. Je trouwt een vrouw en die belooft je gouden bergen en... ...dan ben je ermee getrouwd en dan gaat die vrouw wippen met de buurman. En dan kom je dan achter en nou, dan ben je niet gelukkig. Want je vrouw is vreemd gegaan. Dus definieerde Schopenhauer geluk als dubbele punt... ...het ontbreken van tegenvallers. Het ontbreken van pech... Ja. Want als je pech hebt en tegenvallers hebt, ja, dan ben je niet gelukkig. En hij zei ook: van nou, het is dan de bedoeling in het leven dat je tegenvallers zoveel mogelijk ziet te vermijden. In het geval van Schopenhauer was dat dan uh, geen henkepankie met die dames, want die zijn toch niet te vertrouwen. En op dat terrein is hij. Uh, nou, ja, nou, gelukkiger dan ik. Ik was daar niet zo verstandig als een om uh, die vrouwen links te laten liggen. En, nou, dat heb ik geweten ook. Door drie daarvan. Ik heb drie, vier. Ik heb vier serieuze relaties met vrouwen gehad. Even kortstondige dingen waar ik me half-half in geloofde. En denk, oké, okay, je houdt ermee op. Uh, vier heb ik echt serieus uh, een kans gegeven. En drie ervan gingen vreemd. Alsjeblieft, dankjewel. Ja, wat heb je er dan aan? Want ja, tegen een vrouw die vreemd gaat, uh, daar is geen gemedie tegen. Dus, uh... Als mensen zo denken over een serieuze relatie, ja, laat dan maar zitten. Ja. Toch? En dan moet je je verlies nemen. En, uh, en in al die vrouwen die vreemd gingen, daar had ik echt in geïnvesteerd. En tijd en aandacht. En, en daar baal je dan wel van, hoor. Oh, dan ben je niet gelukkig, hè. Dan baal je van al die verspilde tijd en moeite. Treinkaartjes kopen, je kent het wel. Kedunkedoen, kedunkedoen. Ik denken denk, was dat hè dat liedje van zo'n zo zeur brabo meuse die Guus meuse ja er denken denk, ding ik in de trein en die dames dan er denken denk, denk met Joris Driepenter. ter ah, ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. ah, ha ha ik vind het wel een goeie van Schopenhauer. Je bent gelukkig als je geen, geen pech hebt. En, en, ja, zorg ervoor dat je geen pech hebt. Ik had een auto. Uh, ja, heb je altijd een gezeur met zo'n auto. En ik ben daar niet echt het figuur voor. En als je dan een bak met geld hebt, dan ga je naar een garatie. En dan word je allemaal in de watten gelegd. Want dan moet je een dure garatie hebben. En een hander binnetje man, zijn auto. En die laatste auto die ik had, nou daar werd ik echt ongelukkig van. Jeetje wat een bakkelende man. Dus die auto die heb ik, uh, heb ermee gedaan. Ja, Wim heeft hem verkocht volgens mij. Wim Klaardetan. Ik weet het niet eens meer precies. Maar uh, bye bye die auto. En toen kwam uh, ja, Martin van de Clio. Die kreeg dus die Clio, want zijn vader was overleden. En die had die Clio. En sinds die tijd hebben wij de Clio. Dat is ook alweer jaren, hoor. En we hebben wel gezeik gehad met die Clio. Maar het fijne is, ja, die staat bij Wim en Martin voor de deur. Dus ik heb daar verder helemaal geen bied mee te maken. Ik betaal iedere maand mijn 19 euro. Ongeveer. Hè. En dus zit ik in de club... De Clio Club. En wanneer ik hem nodig heb, bijvoorbeeld morgenochtend, dan moet ik even van tevoren bellen met die bejaarde. Ik ben zelf ook bejaard, dus ik mag het makkelijk zeggen. En dan krijg ik hem mee. En volgende week moet ik hem bijna elke dag. Dus we hebben gelijk gemekkig. Ja, maar ze woonwerkverkeer. We hadden afgesproken niet voor woonwerkverkeer. Ik zeg ja. Ja. Dus even wachten tot ik een fiets heb, man. En dan zijn we er vanaf. En het is maar voor halve dagen. Behalve woensdag. Dan moet ik ook smiddags. Dat heb ik nog niet verteld. <laughs> maar dat zien we het dan wel weer. Ja, en anders moet ik maar lopen naar mijn werk. Ja, dan kan ik er ook niks aan doen. Hoor. Ik loop als een kieviet, dus. Dan maar lopen. Hey, ik ben in die zin gelukkig. Dus ik kan niet meer ongelukkig worden van een auto die het niet doet. Dan bel ik Wim uh, Kruidentuin huilend op. Oeh. En Wim heeft nog een busje. Dus. Maar ANWB, die ga ik ook opzeggen. We uh, nee, hebben het niet meer nodig. Kijk, zo word je gelukkig het vermijden van pech en allemaal dat en houd toch op. Ik had ooit een hoop geld en ja, dat ga je uitstralen of weet ik veel wat. Of Mensen, nou, ik weet niet wat het is, maar dan komen er mensen op je af en zeg: heb je zin om te investeren? Ik heb een heel goed plan. En daar ben ik ook in getrapt. God zal me raken, wat was dat een ellende man. En nou kan ik zeggen: Oh, heb jij een goed plan? nou oh, wat goed zeg. Nou, ga naar de bank. Ja, ik dacht, ik ga naar jou. Ja, dat mag ik wel doen, maar ik heb geen geld meer. Oh. Oh, ja. Ja, dat verandert de zaak. Ik Ja, precies. En dat plan dat hoef ik ook helemaal niet te horen. Dan ga ik het maar vertellen aan de ABN Amro Bank, of de, de IBING Bank, of de Rabobank of zo. Schrijf jij maar een businessplan. Kijk maar of ze ze gek aan maken dat ze er poen in stoppen. In de regel doen ze dat niet, hoor. Dus, <laughs> dat kan ik je echt wel vertellen. Ze kijken wel linker uit. Nee, dat doen ze niet meer. Niet zo makkelijk kijk dan ben je dus van die dingen ben je af hè? en wat Aristoteles zei van hé, je moet je talenten bla, bla 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 die moet je inzetten en uh, daar heeft hij wel een punt maar ja, als het dan niet lukt en dan wanneer Kijk, als je je talenten helemaal niet inzet en je zit een beetje alleen maar te spelen met je grote teen en, en je leven wordt langzamerhand steeds saaier en saaier en saaier, ja, dan moet je niet verwachten dat je dan een blij gevoel daaraan overhoudt. Hè? Maar als je iets kan, ja, moet je toch wel proberen, vind ik hoor. Vind ik dus, zo? Maar of het dan lukt en of dat belangrijk is en ja. Kijk of iets lukt, dat weet je niet. Dat, dat. Dat moet er moet wel een beetje meezitten, snap je? Maar als je het probeert. Huh. Niet hechten aan het resultaat, dat lijkt me erg belangrijk. Gewoon proberen. Ik denk dus even voor jullie dan, hè? Want, nou, ik, ik verklaar mezelf gelukkig, bijvoorbeeld. Hè? Ik wilde heel lang geleden uh, computers programmeren. Toen was ik 19. Toen dacht ik: dat ga ik doen. Dit vind ik leuk. Nee, dit wordt minimaal mijn hobby. Nou, was ik 19. Nou zijn we 40 jaar verder. En wat heb ik net gedaan voordat ik uh, met dit praatje begon? Ik heb heerlijk gewerkt aan, uh, aan mijn computerprogramma. Dat is een grote joekel geworden, joh. Wow. En ik ben zalig aan het stoeien met het begrip uh, uh, rekenen. Dus uh, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen. En nu ben ik uh, gestuurd op het uh, fenomeen delen. Ja, dan ga jij natuurlijk zeggen, Piri, je bent gek geworden. Dit kunnen computers al lang. Nou, ze kunnen het wel. Maar niet zoals ik het wil. En zoals ik het wil, en ik ben toevallig de baas van mijn project natuurlijk. Hè? En zoals ik het wil, ja, dat kunnen computers niet zo. Nee, helemaal niet. Die ja als je daar een getal invoert wat te groot is een rekenmachine bijvoorbeeld hè nou mag je nog mastel hebben als een rekenmachine dan zegt uh, overflow of zo maar doe het maar eens in C als je een in de, de programmeertaal C als je A um, optelt met B uh, het schiet over de bovengrens heen gebeurt helemaal niks echt helemaal niks En als je 10 deelt door 3, dan krijg je 3. En niet 3,33333. Eh, Jawel, dan ga je floating point, moet je even floating point doen, Piri. Ja. In een boekhoudomgeving, eh, waar ik dus ik vind dus dat een, een beetje systeem moet in een boekhouding, moet je een boekhouding mee kunnen bouwen. Punt. In een boekhoudomgeving zijn floating point eh, dingen, operaties, eh, uit den boze. Want het leidt tot onverwachte afrondingsverschillen. Dan tel je allemaal getallen bij elkaar op en dan komt eruit uh, min 0,00001 in plaats van 0. Dan denk je, hé, hey, hoe kan het nou? Ja, dat is afrondingsverschil. Ik schuif het niet uit mijn duim hoor. In Amerika zijn er uh, leveranciers van uh, boekhoudsoftware. Ja, Gevangenisstraffen zelfs. Hadden ondernemingen daar uh, schade door geleden en dan en, nou, de programmeur aangeklaagd, dan <laughs> ging je de bak in. Dus dat moet je niet hebben. Maar ben ik lekker aan het stoeien. Heel erg ambachtelijk werk. Artisan op zijn uh, Frans. Goed rekening houden met ja, wat is vermenigvuldigen, wat is delen. Dan doe je dat helemaal zelf. En ik, werk dan, ik heb gekozen voor een optiek met zes cijfers achter de komma. En nog iets van 18 cijfers voor de komma, dus dat is lekker veel. En dan ook nog, maar dat ga ik dan niet activeren nu. Maar nog een exponent erin. Dan kan je nog groter. Want ja, het grootste getal wat je aan moet kunnen, is toch een 10 met 50 nullen. Dat is namelijk het aantal moleculen in het heelal. En dan voorlopig gaan we tot en met een 10 met 18 nullen. Dat vind ik ook waardig. Dat is al heel wat hoor. Ja, daar ben ik heerlijk mee bezig. En ja, een tijdje terug had ik dan nog klanten en zo. En ik heb mooi in die hoogtijdagen, van, hè, dat het nog mogelijk was voor kleine ondernemingen om een beetje mee te blazen in het grote geheel wat automatiseren heet, heb ik een leuke boterham verdiend. En de software heb ik goed aan kunnen werken. Tijd gevonden. En ik verdiende ook nog. Ja, en nu ben ik uh, noodzakelijkerwijs mijn strategie veranderd. Ik ga nu mijn geld verdienen in de gezondheidszorg als ondersteuner. Gehandicapte zorg als ondersteuner. Ondersteunen klinkt mooi, dus bedden goed afhalen, gangen dweilen, een beetje stofzuigen. Afwas doen, zeg maar. Toiletten schoonmaken. Heel ja, dat heb ik nog gedaan. Ik heb vier uur al gewerkt. Morgen moet ik, vier en een half uur. Volgende week heb ik dus, een, bijna elke dag heb ik uren. De week daarna dan is weer wat minder, maar het is maar tot het einde van de maand dat ik ingepland ben. Ik neem aan dat ik volgende week weer een nieuw staartje krijg. Dat ik weer mag kiezen wanneer ik kan, Kijk, en daar kan ik net genoeg mee verdienen. Het is geen vetpot, maar dat heb ik ook niet nodig. En ik kan heerlijk doorprogrammeren. En het programma, als ik nu zo ja, waar ik mee bezig ben, dat wordt zo ontzettend goed. Daar kan je een automatiseringssysteem mee gaan opzetten. En eh, dan kan je de godganse wereld mee automatiseren. Dan kan je de boekhouding voor Europa mee gaan draaien. Eh, voor iedere ondernemer. <laughs> ja. Iedere burger ook. Geen probleem. die keurende, die kern, die kan het wel aan. Het enige wat je nodig hebt, is uh, behoorlijke hardware. En nou, wat ik geschreven heb, dat draait op iedere hardware. Zo goed als iedere hardware. Dus ik ben helemaal vrij van operating systems en uh, ja, in die zin, het, het werkt met, uh, met Unix. En Unix dat is gratis, open source. En heel geaccepteerd. En niemand meer wil niemand wil meer wat anders. Iedereen. Iedereen die naar Unix is overgestapt, die denkt van oh, ja, yeah, kan ik nog wel geld betalen aan Microsoft, maar waarom zou ik het doen? Nou, en Microsoft heeft wel mooie features hoor. Kijk, dit pakket. Deze software heeft alleen maar nodig van het operating system, wat de basisfunctionaliteit. En dat er een database management systeem op draait. That's it en dan van een database management systeem wordt alleen de hele eenvoudige commando's worden gebruikt. That's it. Dus waarom zou je een duur database management systeem eronder willen hebben wat heel veel geld kost? Je hebt het niet nodig. Hè? Ja, ik verklaar mezelf gelukkig. Ik merk het ongeluk. En in de zin van Aristoteles heb ik mijn talent. Of in de zin van. Ja, in de zin van Aristoteles heb ik mijn talent aangewend. En ik vind mezelf gelukt. Daarin. En dan heb ik dan een hele grote automatiseringsclub uh, kunnen oprichten. met honderd man personeel. Nee, helemaal niet. Had ik dat gewild? Jawel, dat had ik wel gewild. Maar. Maar als ik daar niet de mensen voor... Ja, ik had er niet de mensen voor gevonden. Ik heb wel mijn hoop gevestigd op een aantal mensen, maar... Nou ja, die, die gingen onderling ruzie maken. Ja, als je dan niet wil samenwerken. Het ja, de... onwillige boeren is het kwaad kersen eten of zo, hè. En ik vind hem een lul. En dan ga je met die ander praten. En dan, ja, maar hij moet dat niet zeggen, want ik vind hem een lul. En nou ja... En onderwijl uh, hebben de klanten daar alleen maar last van. Ja, dat dus, is een lamme joh. Geef mij een positie maar een Vicky. En wat ik er nou aan toe kan voegen. Dus ik heb het gehad over Aristoteles. Wat hij dan vond van geluk. En dan Schopenhauer erbij. Die zei: Het vermijden van pech. Ja, waaronder ook de viezen vallen als, uh, als je iets koopt. Koop dan iets simpels wat rete betrouwbaar is. En ga niet voor dingen met allemaal features en knoppen en toetsen en bellen. Uh, het gaat allemaal een keer kapot en uh, dan heb je daar weer pech mee. Uh, ja. huh? Houd het simpel. Vermijd het ongeluk, dat zal shopper nou eens zeggen. En als ik er wat aan toe mag voegen, dan kom ik met het begrip moraliteit. Ik ben van mening dat als jij je niet houdt aan dat wat jij noemt jouw morele wet... Of je die nou hebt overgenomen uit de Bijbel... of dat je iets hebt gelezen in de Upanishads... of dat je het helemaal zelf hebt verzonnen. Maar iedereen heeft wel een morele wet. Die zeggen, nou, daar moeten mensen zich aan houden. Daar moet je echt niet mee uh, lopen klootviolen... want uh, dat is uh, nou, de morele wet van, hè? van jou dus. Ja, daar moet je jezelf aan houden. Dus als jij op een ochtend wakker wordt... Jezelf realiserende dat jij je de avond daarvoor uh, ja, niet hebt gehouden aan je eigen afspraken. En je hebt iets gedaan wat je van een ander nooit zou pikken. Hé, want dat is het dan. Hè. Als jij een morele wet hebt en een ander houdt zich daar niet aan, en dan word je boos. En nou, dan ben je in staat om dan het contact met zo iemand te verbreken. En terecht, maar dan. Natuurlijk. Maar als jij nou zelf die persoon bent die jouw morele wet heeft overtreden, wat dan? En wat doe je daar dan nou mee? Nee, ikzelf. Ik was. Ergens in de veertig. Vijfenveertig of zo. 46 zoiets. En ik keek terug op mijn leven. En toen dacht ik, potverdorie. Jij hebt, en dan heb ik het over vlak voordat ik dertig werd... Zo, ja. Tussen mijn 27e en mijn 30ste of zoiets in die tijd. Dan heb jij een aantal dingen gedaan. Uh, dat was helemaal niet oké. Okay. Ik zat dan ook niet zo lekker in mijn vel. En dat is geen excuus om dan dingen te doen die niet moreel zijn. Vind ik, hè? Dat is mijn morele wet. Kortom, als je kiespijn hebt, en, uh, kiespijn, zeurige kiespijn, en je gaat toch naar die verjaardag van je moeder. En daar ga je vervolgens een pot zangerijnig zitten doen. En dan zeg je achteraf: Ja, ik had kiespijn, dus dan moet je van mij niet verwachten dat ik dan leuk doe op de verjaardag van je moeder. En uh... ja, dan denk ik: Ja, ga dan niet. Ja. Of je gaat niet, en dan kan je lekker thuis zitten kniezen. Of je gaat wel, maar dan moet je ook meedoen. En niet gaan zitten kniezen op de verjaardag van je moeder, omdat je kiespijn hebt. Dat vind ik. Nou, en ik had, ja, ik had last van dingen van alles. En die mensen in kwestie waren natuurlijk ook niet zonder zonde. Maar het heeft geen pas om kwaad met kwaad te vergelden. En ik was tot op zekere hoogte zeg maar wild gegaan op die lui. Nou, daar heb ik mijn. Uh... Ik had dat besef gekregen. En toen dacht ik, ja, nou, hier moet ik wat mee doen. En daar heb ik wat mee gedaan. Die mensen kwamen op een of andere manier heel toevallig uh, op mijn pad. En dat contact met die mensen was ik totaal kwijt. ja, er was gewoon ruzie geweest en toestanden. En. Ja, dan drijf je uit elkaar en. Uh... Het ging om drie personen. En. maar nou, er zat best een tijdje tussen, hoor. Dat de ene die kwam langs. Zomaar even. Ik zei: Hé. Hey, nou, ik je toch tref. Ik wil eventjes wat zeggen. En die mensen die keken me dan nou ook zo aan. Van, oh, dan gaat er niet weer zeiken, hè. Ik zei: Nou, dan legde ik het uit. Van, ik kijk nu terug op die tijd. En uh, ik ben er niet trots op. Ik ga ervan uit dat ik dat soort dingen niet meer doe terugkijkend ben ik er niet trots op en dat dus neem ik aan maar dat is geen garantie maar ik neem aan dat ik het niet meer doe en dat hoop ik dan ook maar en jij was er toen wel de bok van de dupe en dat, ja, dat is niet leuk geweest voor jou en het is een beetje te laat om sorry te zeggen want het is allemaal zo'n tijd geleden maar wil je nog een biertje koop ik een biertje voor je Twee biertjes. Nou, dan zei ik die mensen allemaal. Die een heb ik een paar biertjes gekocht, die andere die heb ik getrakteerd op koffie of zo. Die dronk geen alcohol meer. En weer een ander, dat was een waar ik ook een relatie mee had. Die heb ik opgezocht in Utrecht en daar heb ik mee geluncht. Heb ik de lunch betaald. En toen dacht ik, mooi zo, daar ben ik vanaf. En dan kan je zeggen van ja, dan heb je die mensen afgekocht of zo. Nee, dat is niet echt waar. Ik heb er ook een verhaaltje bij gehouden. En ik vind dat als je dan een verhaaltje erbij haalt, dan. dan, dan nou, ja, dat je ook een gebaar mag maken en dat gebaar dat mag wat kosten. Nou, ook geen honderden euro's natuurlijk. Maar ja, symbolisch. Dat maakt uit of je. Ja, of je. Dat zeg ik dus nu, hè? Of je gelukkig bent. Want doe je dat niet, zet je zo'n stap niet, dan kan ik me voorstellen dat. Dat je dat in de weg staat tussen echt gelukkig zijn. Want je hebt iets op je kerfstok. En je zou het van een ander niet pikken. Maar kennelijk heb je het wel van jezelf gepikt. Dus wat maakt jou dat? Een slapjanus? Iemand die meet met twee maten? Ja, het staat niet lekker op je eigen curriculum vitae. Wat jij als. Een van de beste kenten. Want jij weet wat jij hebt uitgefroten. Zo'n uh, zo, zo horrorfilm uit Amerika. I Know What You Did Last Summer. Ja, dat geldt voor jou. Naar nou, je eigen gedrag. Hè? En dan moet je opruimen. Dat vind ik hoor. Je moet het niet laten slingeren. Je moet het. maar ook al in dit geval dat je kan zeggen ja die anderen die deden ook dingen en in mijn geval hè, dat was het ook zo en die mensen hebben op hun beurt voor hun gedrag niet echt uh, ja die hebben die stap niet gezet maar dat maakt mij niet uit ik heb die stap gezet en ik ben af van die schuld Ik, heb dat, ik, ik kan dat dus loslaten. Ik kan het laten gaan. Ik heb het toen gedaan en niemand anders. En, nou, en die drie mensen die keken naar afloop van het gesprek allemaal heel blij en opgelucht. En nou, hebben een hand gegeven en uh, klaar. En dat vind ik dus voor jou dan ook. Hè? Ik vind dan. Uh... eigenlijk dat je dus naar alle drie. Hè? naar Aristoteles moet je luisteren in die zin. Uh, ja, je hebt talenten. Je... Ja, ik zou er toch wat mee doen. Maakt niet uit wat het is, hoor. Ik maakt niet uit waar je goed in bent. Maar ik zou er wat mee doen. Een succesvol, ja denk aan mij met mijn computerprogramma. Het draait hier thuis uh, en Wim heeft er dan uh, zijn systeem in zitten en nou is ik tevreden. Dat is leuk. En ik heb nog een andere klant en die draait er wat boekhoudingen in. Nou, die is ook tevreden dat is ook mooi. En ja, het gaat. Dat is alles. Het is allemaal heel klein. En jij misschien ook als jij jouw talent gaat uh, uitdiepen of zo. Dat je misschien van tevoren in je bedje droomt over. En uh, de winner of the contest is. Dat je op het podium wordt geroepen en de hele zaal gaat wild of zo. En dan gebeurt dat helemaal niet. Nou en? Je hebt het toch geprobeerd? Het niet hechten aan het eindresultaat. De Boeddha zegt dat dan. Hè? Niet hechten, niet hechten. Gewoon lekker doen wat je wil doen. En besef ook dat als jij je talenten najaagt, alleen al doordat je het najaagt, heb je al iets gedaan. En ben je al een lichtend voorbeeld voor je omgeving. En misschien is dat al genoeg in het grotere geheel der dingen die je toch niet kan overzien. Want hoe weet je nou of je, dat wat jij hebt gedaan, dat dat uh, een goed werk is geweest. Dat weet je helemaal niet. Uh, neem nou zoiets als Facebook. En uh, dan kan je zeggen, oh die mensen van Facebook, nou, uh, die suikerberg. Oh, uh, dat well, is echt heel goed hoor, Facebook. Ze hebben toch wel iets van uh, 2 miljard uh, users. Yeah. Maar zou jij het geschreven willen hebben? Vind, vind jij het echt goed? Bedoel, het is een maatschappelijk succes, dat zonder meer. Die, die Mark Suikerberg die heeft een Suikerberg aan, uh, aan Poen binnengekregen. Ja, die zit er lekker warmtjes bij. Maar dat is alleen maar geld. En als je het hebben van veel geld uh, gelijkstelt met het wezen of zijn van gelukkig, dan... nou, dat is uh, een gevaarlijke business hoor. Ik zal er niet van uitgaan dat dat. Uh... Ja. Nee, daar dat zou, zou ik echt mee oppassen. Geld is in die zin een killer hoor. Maar was het alleen maar als je begint met geld. en dan wil je nog meer geld? Die geldhonger. Je die, ja, die, 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 die wordt gevoed door geld. Serieus, het is nooit genoeg, man. En als je veel geld hebt. dan ga je om met mensen die hebben ook veel geld. En uh, al snel ben jij dan een of andere armoedzaaier. En dan denk je, ja, dan wil ik nog meer geld. om ook de volgende keer dat er een receptie is. Dan wil ik ook komen voorrijden met de nieuwste auto-dinges. Lamborghini. Ja, ik heb daar geen last van. Ik kom rustig voorrijden in de Clio. Maakt mij niet uit. En dan mijn broer. Dat is niet eens mijn echte broer. Die heeft zo'n leaseauto, euh, zo'n bak. Maar ja, die heeft ook zo'n alleenstaande moeder met drie kinderen. En die moeten er allemaal in passen. Ik ben niet jaloers op hem, hoor. Ik, ik zou nu echt niet met een alleenstaande moeder met drie kinderen van een andere kerel... Euh. Ja. Maar ja, hij vindt het leuk. Dus, euh, best. Ik ben niet jaloers op hem. Hij rijdt een mooie auto, mijn laatste keer. Hij rijdt altijd weer wat anders. Oh, wat mooie nieuwe auto's. Ik gun het hem hoor. Oh, doe mij die klier maar. Lekker klein, lekker hobbelig. 10 cent kilometer. Kijk. Ze heen en weer naar Almere kost mij 20 euro. Oh, dat is goedkoper als met de trein, dacht ik. Zo ongeveer pak een beet. En je bent er sneller. Dus ik ben heel gelukkig daar allemaal in, snap je? En dat met die morele wet dat zou ik ook in gaten houden. Het kan echt heel vervelend uitpakken. Want als je iets gedaan hebt wat in jouw ogen dus niet kan. en je. je doet alsof je het niet echt was. ja, nou ja, ik heb het wel gedaan. maar ja, de omstandigheden waren er ook naar. en. Uh, nou, ik, ik reken het mezelf niet zo ernstig aan of zo, hoor. En uh, ja. ja. Je gaat eigenlijk je verleden zitten verbeteren. Ja, in die roman van George Orwell, hè heb je zo'n uh, ministerie van de waarheid of zoiets. Of het ministerie van geschiedenis. En die doet niks anders dan de geschiedenis voortdurend herschrijven. Zodat het goed uitkomt. Ja. Er zijn mensen die doen dat hoor. In het echt dus. Hè, met hun eigen leven. Nee, dat was helemaal niet zo. Nee, want toen... Uh, toen... Uh, toen... Uh, toen... Uh... En De moeder van mijn kind is ook een ster in hoor. Die heb ik nog wel eens aangesproken hè, op uh, iets wat ze hé, lang geleden of toen dan hè, een tijdje daarvoor had gedaan. Ik zei: Ja, nou, dat vond ik niet zo leuk wat je toen deed. En toen zei ze: Ja, maar dat kan je toch wel voorstellen. Want we hadden toen al vaste verkering. En la 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 Ik zei: We hadden toen helemaal geen vaste verkering. Ik kende je nog maar net. En zei ze: Jawel, wij hadden al vaste verkering en we hadden die afspraak al lopen. En toen heb jij. Toen, uh, ja, en, ja en dan, terwijl we al vaste verkering hadden, uh, weet ik veel. Ik had een afspraak met een andere vrouw of zo. Ja, kijk, in mijn herinnering uh, hadden wij toen geen vaste verkering. <laughs> Dat weet ik namelijk heel goed. Want ik wilde helemaal geen vaste verkering in die dagen. En ik had inderdaad andere vrouwen waar ik mee omging. En daar heb ik toen op haar verzoek één uh, voor één afscheid voor moeten nemen. En toen was ik helemaal vrij. En toen kon ik tegen haar zeggen: nou, wij kunnen vast de verkering. Want die andere heb ik gezegd uh, dat het feest voorbij is. Want ik ga niet. Uh, ja, ik heb of allerlei vriendinnen. En dan is geen één vriendin een vaste vriendin. Of ik heb een vaste vriendin en dan is dat mijn vriendin. En dan heb ik dus geen andere vriendinnen. Ik doe dat vrij makkelijk hoor. Dus ik weet precies wat ik gedaan heb. Maar zij heeft dan het verleden even veranderd. Dat komt er dan beter uit. Hè? En zij is niet gelukkig, dat kan ik je wel vertellen. Die gaat een, uh, bittere, een bittere oude dag tegemoet. Een oude dag vol met leugens. Want zoals zij gelogen heeft tegen de omgeving en tegen zichzelf dus. Zo gaat zij iedereen in haar omgeving zien als van nou, die ligt en die ligt en die ligt. Dus ja, zij gaat straks ja, omringd zijn met allemaal leugenaars en daar gaat ze erg ongelukkig van worden. En die mensen die gaan haar niet begrijpen. Ja, ja jij hebt tegen me gelogen. En die mensen zeggen nee joh, dat is helemaal niet waar. Jawel, nu ligt je weer. En zo gaat zij eenzaam worden. Ja, ik kan in de toekomst kijken. Ja, zo gelukkig ben ik. Want ik lieg niet. Wauw, lieg niet. Ik kan heel erg politiek uit de hoek komen. Ik kan wel tegen mensen zeggen: Ja, ik ben heel erg druk. Ik moet nu ophangen. En dan hangen we op. En dan ga ik weer lekker verder kijken op Netflix. Ja, dan ben ik heel erg druk, puntje, 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 met het kijken naar Netflix. Ja. Ik heb geen Netflix meer, dus uh, die smoes kan ik niet meer gebruiken. Maar uh, dan ben ik heel erg druk met wat anders. En daar ben ik dan ook wel bezig mee. <laughs> ja, dan weet ik ook wel dat die mensen denken dat ik uh, erg druk aan het programmeren ben. Of dat ik uh, de afwas sta te doen. Of, uh, ja. Die vullen dat dan in op hun manier. Wat hun dan verstaan onder druk zijn. Ja. En ik ben dan heel erg druk met het kijken naar YouTube. Jurk Liesman heeft een nieuwe geüpload. En nou, die moet ik toch even eventjes goed bekijken hoor. En beluisteren. Moeten jullie ook doen trouwens. Word je gelukkig van. Jurk Liesman luisteren. Leer nog eens wat van een de geschiedenis. Leer je nog eens wat van al het ongeluk dat ons overkomen is? En leer je er nog eens wat van om je eigen ongeluk te voorkomen? He? Nou, ik vond het wel een mooie beschouwing over um, het geluk en het gelukkige leven in de ogen van Aristoteles, Arthur Schopenhauer en Perry Winkel. Zie je, het is helemaal niet zo moeilijk om gelukkig te zijn. Echt niet. Al die mensen die. Hebben we van alles meegemaakt. Ik ken nog verhaal van een man en die, heeft, die is er te buiten gegaan aan drugs en allemaal toestanden. En, en zijn vrouw die stookte kinderen tegen hem op en zo. En hij voelt zich schuldig. En, en ik denk, vraag jongen. Ja? Well, je hebt wat fout gedaan in je leven. Ja, nou ja. Dat is ook zoiets. Hè? Je, je hebt een fout gemaakt. Ik heb ook fouten gemaakt. Dat heb ik net verteld. Ik heb mensen onhuis bejegend. Als je dat zelf inziet. En daar doe je dan wat mee. En dan is het klaar hoor. En die man in kwestie. Uh, ja, ik weet niet wat. Van drugs die gebruikte. Dat was niet alleen maar alcohol en wiet. Maar ook iets van. Misschien spit of cocaïne. Of, uh. Ja, dan moet je dat niet meer doen. Uh, dat, dat is punt één. Oh, niet meer doen. Uh, een ezel stoot zich in het algemeen. Geen twee keer aan dezelfde steen. Nou, dat kan moeilijk zijn, maar dan heb je wat te doen. Namelijk uh, met je tengels van de kook afblijven. Ik bedoel, er is een leven zonder drugs hoor. En dat is net zo saai als het leven met drugs. Geloof me dan nou maar. Dan voel je, je niet schuldig. Ik bedoel, als je inziet dat jij uh, buiten de lijntjes hebt gekleurd. Ja, nou en. Je, je hebt het toch ingezien? Ik heb liever. De omgang met mensen die buiten de lijntjes hebben gekleurd en dat eerlijk daar eerlijk over zijn. Ook al hebben ze nog een keer een terugval of whatever, of zo. Ik heb liever nog die personen dan van die heilige boontjes die zeggen. Nou, ik heb nooit iets in mijn leven. Nee hoor, ik ben echt heel erg lief van voorkomend en ik hou rekening met iedereen en ik doe ook heel erg lief tegen dieren. Uh, die, uh, die schijnheiligers. Uh, nee, laat maar zitten, man. Doe mij dan maar iemand die uh, yeah, schuldgevoelens kent. Dan heb je wat meer aan, hoor. Ja, dus ik, ben zelf, ik verklaar mezelf tot een uh, relatief gelukkig iemand. En ik ga graag om met andere mensen die ook relatief gesproken gelukkig zijn. En ik hoop dus dat jullie ook allemaal gelukkig worden. He? Dat is ook het ware geluk he? dat je het een ander ook gunt. Ik heb dan bijna 1600 punten met schaken, en ik, ik ken een meisje of ken, via internet. Ik heb dat nog nooit gezien of zo. En die kan schaken, jongen. Ja, die heeft meer punten dan ik. En ik volg haar dan uh, in het grote schaakgebeuren op lichess.com. Ja, en dan zakt ze weer een beetje. En dan denk ik, oh, arm toch. En dan heb ik weer even meer dan zij. En dan, uh, ja, dan stijgt ze weer eens. En laatst heb ik toch een keer van haar een potje gewonnen. Meestal verlies ik van haar, hoor is erg goed. Die is 13, hè? 13 jaar jongen. Maar ik gun het haar. Ik ben gelukkig met schaken en zij wil nog veel verder. En ze heeft een vriendin en die woont bij haar in de stad. Ze woont in een of andere best grote stad. In Uttar uh, Uttar Pradesh of zoiets, of Uttar Pradesh. Een grote stad. In de buurt van New Delhi. Niet in New Delhi, maar een andere grote stad er in de buurt. En dan gaat ze naar ja. ja, En die wil dan naar de 1700 punten toe. Als ze doelstelling heeft. Hè. Ja, ze is ook 13. En ja, die, die heeft nog een hele schaakcarrière te gaan. Hè. Ik zou het ook leuk vinden hoor. Dat ik uh, ja, daar ook kom. Maar bah, de mensen die op mijn niveau schaken. Dat is uh, partij genoeg voor mij hoor. Schaak ik wel eens tegen mensen met ja, 1400 punten of zo. En die maken dan ja, soms echt van die hele domme fouten. Of dom. ja. Ik kan wel een paar setten vooruit denken. En dan zie ik iets gebeuren. en denk je ja, dan moet je het dus even niet doen, homo. En dan pak ik zo in drie setten of zo. En dan pak ik een paard aan. Aha, daar gaat je paard. Of ik pak een pion in. Ja, als ik met één pion voorsta. Dan Krijg ik daar gelijk zo'n geweldig gevoel van? Een hup, oké, de volgende pion is daar. En als ik twee pionnen voor sta, dan begin ik stukken af te ruilen. Ja, zo ben ik ook weer. Kijk, en dan map je iemand van 1400 van het bord af. Nou, dat is niet echt mijn hobby of zo. Maar iemand dan van uh, dik in de 1500 of uh, 1630, 1640. Ik heb laatst gewonnen van iemand met 1720. Ja. Dan heb ik wel even een mooie dag hoor. En langzamerhand word ik misschien wel wat beter. Dus dan word ik in de zin van Aristoteles oh, weer wat gelukkiger. Nou, ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Gewoon een beetje kletsen. Lekker voor het slapen gaan. Hè? Ik moet erom denken dat ik dat bij uh, de... Oh, sorry. Die thee moet ik echt gewoon boeren hoor. Maar dat ik het in de, in de titel zet of zo. Dus voor het slapen gaan. Lekker rustig. Nou, dan zal je nu wel slapen, denk ik. Dan zeg ik heel zachtjes op zijn hamburgers. Tschüss. En dag lieverd.